Ik heb mijn hele leven al te maken met overgewicht. Aanvankelijk heette dat adipositas, later obesitas en nu heb ik de diagnose lipodeem. Lipodeem heeft als kenmerk dat er een groot verschil is tussen boven- en onderlichaam. Met name bovenbenen zijn erg groot en vaak pijnlijk. Ik kan wel zeggen dat de lipodeem heel erg bepalend is in mijn leven. Ik kan daardoor slecht lopen, op dit moment niet meer fietsen, gebruik maken van het openbaar vervoer is een probleem, gezien de mate van de stoelen waar je op moet zitten. En ja, bij alles wat je doet, denk je na, kan het wel? Een goed voorbeeld zou daarvan kunnen zijn, of is dat, ik een keer werd uitgenodigd voor een kerstdiner, een groot kerstdiner. En dat ik van tevoren had gevraagd om een stoel zonder leuningen. Omdat ik het liefst 3 uur lang geen pijn wil lijden. Dat kon, geen probleem. Toen ik daar kwam, stond de stoel er niet. En ik heb er dus weer om moeten vragen. Excuses, u krijgt alsnog de stoel. De stoel kwam van de andere kant van de zaal. Een rode stoel, ik vergeet het nooit. Naar mij toe, stoelen werden gewisseld. En ik kon zitten. Op dat moment moest ik dus heel goed nadenken bij mezelf wat ik wilde. Of in tranen uitbarsten, vanwege het feit dat ik het gênant vond. Of een knop omzetten en genieten. Ik heb gekozen voor het laatste. En daar tot op heden nog geen spijt van gehad. Maar het is wel iets wat ik dus nooit meer zal vergeten. Als lipodeempatiënt vraag je dus niet om die aandacht, maar soms krijg je hem ongewild. Hetgeen wat ik zelf ervaar, houdt niet in dat ik zelf geen mening heb, of misschien kan je wel zeggen een oordeel heb, over mensen die ik zie lopen met dezelfde kwaal. Dan ben ik ook heel snel met het denken van, nou, kan je niks anders aantrekken, iets wat het meer verhult. Terwijl ik eigenlijk alleen maar begrip ervoor zou moeten hebben. Zo komt een mens zichzelf wel eens tegen. Ja.